Ook dit jaar wordt in maart de Nijmeegse Sportprijs uitgereikt. Nijmeegse topsporters en talenten uit alle disciplines komen bij elkaar en vieren de sport. Een verschil met vorig jaar is dat alle Nijmegenaren via social media een stem uit kunnen brengen op hun favoriete sporters of sportprojecten. Oud-judoka Danny Meeuwse is jurylid en roept iedereen op om te gaan stemmen. Ieder jaar worden er in een aantal categorieën worden er sporters, sportploegen worden genomineerd en hoort het eigenlijk een sportfeestje te zijn voor de Nijmeegse sport. Alle sporten kunnen genomineerd worden. Dus vanuit het sportveld, iedereen mag nomineren. En dan komt er een vakjury bij elkaar. En die gaat die prestaties met elkaar proberen te vergelijken en op waarde in te schatten. En daar een oordeel aan te geven. Nou, het grote verschil met vorig jaar en met dit jaar, of de afgelopen jaren en met dit jaar, is dat er vroeger was er dus door een vakjury werd er verteld, nou oké, wij nomineren die en we kennen daar punten aan toe en dat wordt de winnaar. Maar dit jaar kunnen ook de mensen in de omgeving van de sporter, die kunnen ook stemmen via social media of via een stemsite. Kunnen mensen dus ook hun voorkeur voor de sporter laten gelden. De jury die bestaat uit verschillende mensen, vanuit verschillende takken, vanuit het bedrijfsleven, vanuit Topsport Gelderland. Mijn bijdrage is als oud topsporter, neem ik al een aantal jaar deel in de jury. Iedereen mag voorgedragen worden en wij gaan kijken naar of die sport een mondiale sport is, of dat wat voor prestatie. Je kijkt naar het deelnemersveld. Dat zijn allemaal dingen waar wij rekening mee houden. Nou, absoluut stemmen. Breng je stem uit op je favoriet. En zeker doen.